Goed, eerste echt een goede tegenslag. Een lekker band door, jawel, een schroef. Ik heb plaksel, dus ik hoop dat ik het kan fixen. Motherfucker. Hij doet wat! Kijk! Hij moet alleen nog even ploppen. Helaas was de vreugd van korte duur. Mijn band was na een paar kilometer weer plat. Uiteindelijk ben ik naar Rijeka gereden, wat 80 kilometer was, op een lege band. Maar daar was wel een motorzaak. Dus ik moest een tijdje daar verblijven, want er was levertijd op een nieuwe band. Dan naar de stad in. Hey, corona. De tijd in Kroatië was eigenlijk niet zo heel erg fantastisch. Op zich wel lekker gechilled en nieuwe mensen tegengekomen, maar ik heb me ook een beetje rot gevoeld. Ik had een tijdje moeite met keuzes maken en ik twijfelde elke keer of ik wel een goed besluit nam. Uiteindelijk ben ik naar Split gegaan om daar in een heel chill Airbnb'tje te zitten met een bad. Want ik wilde daarna naar Bosnië en Herzegovina. Daar had ik ook een coronatest voor nodig met negatieve uitslag. En dat kon in de hoofdstad Split. Dat heb ik gedaan en toen kon ik eindelijk naar Bosnië, een beloofd land wat waarschijnlijk heel erg mooi was en de moeite waard was om te gaan proberen. Ik wist nog niet wat me te wachten stond. Oh, potverdorie. Oh, ik heb zijn poot gebroken. Sorry lieverd. Oh my god. Oh, ik ben helemaal misselijk. Damn. Sorry lieve vriend, je komt er wel overheen. Ja, jullie zijn ook geschrokken, hè? Kijk eens. Doe maar. Zet hem op, jongen. Kun je een beetje genezen. Ik heb echt een te groot hondenhart, ik kan hier niet tegen. Ik ben helemaal misselijk. Oh.